Ook in het nieuwe millennium begint het gekke maandag weekend met een dialectmees op gekke zondagmorgen. Met de plaggenmars kunt het ganse gezelschap, met voorop prins René de Eerste en zijn adjudanten Peter en Lucien de kerk binnen. Niet alleen de mis is in het dialect, ook de moeiste vaste lovend liedjes weer prachtig gezongen in het groepe voorstof door Woed en Chain. En als de mist dan bijna is afgelopen, laat meneer Pastoor zien dat hij de vastenovend gedachte goed begreep. Voor zijn hoogheid, prins René de Eerste is niet goed van stuk. Hij verzuip als het ware tussen die twee kolossen van adjudanten. Door moeten we dan gedaan weren, vindt Pastoor. Hij geeft de misdienaars ieder een kussen om op de bank te leggen. Zo, daar zit de prins ook veel hoger en kan hij ook gezien weer. En om het dan nog erger te maken voor die adjudanten, moeten die van meneer Pastoor nog op de knieën. Kan de prins er recht in de ogen kijken. Winnende liedje van dit jaar, het motto, Ierweg en de plaag. De gekke maandag kan voor wat betreft René de Eerste beginnen. Het is maandagmorgen 10 uur. Alles is compleet, iedereen heeft er zin in. En dan op naar het gemeentehuis. Het boerenbroedspaar van SVA Spaargas, Jan en Annette, kunt bij de burgerlijke stand 6 kindjes aanbieden. En bij deze is onze gekke maandag geopend! Ja, 's morgens vroeg al gebeurt er heel veel in dat plaggendorp. Optredens van de dansgaarders bijvoorbeeld. Hier zien de jongsten aan de beurt. Het broedspaar van vorig jaar eerst feliciteren met hun schitterende kindjes. Ik heb er zelf meer dan één tegelijk gekregen, maar dit is me toch echt niet gelukt. Proficiat. Ik heb het riek geïnspecteerd. Het schijnt helemaal geweldig te zien. Dus geen probleem. De macht gaat naar prins René. Ja, en dan gebeurt er iets, daar hebben we allemaal niet op gerekend. Door steed toch de gulleboppen van onze hoogheid. Goh, stoor ik hier met de gulleboppen. Niet genoeg in de set. Ja, datgene waar ik groot in ben, wil ik nog geen laten zien. Maar ja, zoals altijd, kent prins René de Eerste zich toch gemakkelijk goed praten. Ik vind het toch fijn dat ik zo'n goeie adjudante heb dat hij mij de ganse morgen met de gulleboppen laat lopen. We kunnen blij zien dat El Eindel in is. Weer een optreden van een van onze dansgaarders.
ganse dag is heel veel te doen in ons dorpje. S'morgens voor het gemeentehuis en s'middags, ja, dan gaat het gebeuren. Onze moeie optocht. Dit trekt door de stroten van Grubbevoors. Ja, daar zien ze dan. Die Jean-Pieters, Theodorus en Johannes, zij openen zoals altijd onze gekke maandagsoptocht. En dan de schutterie, Schutterie Sint-Jan. Ze bestond dit jaar 100 jaar. Wat een tijd. Zie dan ook mee met de optocht. Wat hebben ze dat mooi nog gemaakt door Schutters Loekel? De Plaggenmars, gespeeld door Hermanie Sint-Jozef. Zij doen ook mee. Dit zijn de nieuwe heersers van de Skingerplaggenriek. Prins Nicky en Prinses Britt, van groep 8 van de Legere School. Prins Nicky is wel heel erg verwend. Niet alleen Prinses Britt is erbij, maar hij heeft ook nog meer helpers. Adjudant Roy Perlo en adjudante Loes Hoeimakers. En dan in de groep Hens en de Plag, Eeuwig en de Plag. Ze willen laten zien dat ze op verschillende manieren en de plaag kent zien. En niet alleen een groenteplaag, maar ook open plaag doet mee. De secte van de Joekskapel. Daar zien ze weer, Kloet de Koek. Ook al de ganse dag op de been, maar ze doen even goed mee in de optocht. Aldere prins Haydn II, die op Vastenovens dinsdagmiddag zijn receptie hield. Jongere koor van Grubbevoors, ze oefenen al 25 jaar in het klooster. Er komt ook een nieuwe soos in Grubbevoors. Niet op dezelfde plaats. Nee, die wordt gebouwd in het Haren, het gemeenschapshuis van Grubbevoors. Daar kreeg het kalt van, de IJsprins, Jos Spoormakers. Ze vroegen aan de mensen of ze ingevroren waren, want dan blieven ze eeuwig in de plaag. Als de Chinees, die in de zwaan zit, ook eeuwig in de plaag blijft, dan zien de plekkers er ook goed aan. En dan een persiflage, wat er afgelopen weekend gebeurd is.
prins René de eerste veur op en dan de adjudant Twan. Die zit in het gips. Zo'n mooie prinsenwagen met die al de wieze rood van tweeën en dan zien ze nog net die handjes van prins René de eerste. Het Alprinsenconvent, ze willen ook wel eeuwig in de plaag blijven, zelfs tot in de hemel. Door, Ton Engelen, die heet dieke pech. Als duvelke, ja, dat weet ze niet zeker of ze wel in de hemel kunst. Dan nog een prins, Oeders Plaggeriek. Dit keer jeugdprins Paul de Tweede met zijn gevolg. En dan de gemengde zangvereniging. Een zwaan en heel veel Chinezen. Was al 30 uur vergaan. Hé, hey, wat moet dat dan? Bottom in de groepen Vorster Gekke Mond is op, toch? Hé, hey, waar zien we door dan? Is dat niet prinses Beatrix en Haie van de Paas? En dan die pomp, dat is ook allemaal van Lottem. Steekt door de pech wel op? Hier laat hij zich door bezig. Met die confetti-kanon aan het werk. En als ze dan heel lang gewerkt is en zo'n hele moeie wagen, dan krijgt ze toch wel een beetje dorst. En dan die van Stamineke, de Stamboys. Vuur gaat hij verloren. Ter herinnering aan de Zwaan, Spoorbar, de Heerhoof, de gemeente. Loversleen, de processie, de Vivo, VG, NKB, het tuinfeest en misschien nog wel de knip. Vuur gaat hij verloren, maar in de plag is voor eeuwig geboren. Weg van de Naanrijk. Een joekskapel uit Lottem. Ja, als die van de Naanrijk weg kunnen, blijven ze niet in Lottem. Dan gaan ze in Groepen Vorst naar de Gekke Monden. Voor de grote prinsenwagen lopen ze altijd, os mechjes. Hier zien we weer, kleurrijk zoals altijd. Dan, heel hoog boven alles hoed. Onze hoogheid, prins René de Eerste, met zijn adjudanten en de Rood van Elf, op de prachtige, mooie prinsenwagen.